Ik ben er helemaal klaar voor. Hallo lieve kijkers en leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ik ben vandaag in Gouda. Ik sta hier op de markt en ik ga vandaag heerlijke siroopwafels proeven. Van Kamphuizen. Ik hoop niet dat ik onder de plak kom te zitten. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe die siroopwafel nou eigenlijk gemaakt wordt. En dat ga ik beleven, maar jullie ook, want ik neem jullie gezellig een dagje mee. Ik ben inmiddels binnen hier in de geweldige siroopwafelfabriek. Ik zie hier al een hele leuke mevrouw staan. Hallo. Goedemiddag. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat we hier gaan doen, wat we hier gaan zien. En ik hoop ook het geheime recept hier te ontrafelen, want die staat in een kluis hierboven, hè? Dat klopt helemaal. Dat geheime recept, dat is vanaf 1810. Dat is heel lang geleden. Je gaat straks eerst het theater in. Ja. Dan krijg je een animatiefilm. Die gaat rondom 360 graden. En dat gaat over de geschiedenis van Kamphuis. En daarna gaan wij de fabriek in. Dan krijg je een rondleiding. Ja. Maar niet alleen maar passief lopen. We gaan ook activiteiten doen. Maar dus je wordt nog aan het werk gezet hier ook? Je wordt ook aan het werk gezet. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Hoe lang werkt u hier al? Ik ben hier sinds maart en ik geef de rondleiding. Welkom in de Kamphuizen siroopwafelfabriek van Jan Anker en zijn zoon. Goed, nou het is allemaal geheimzinnig, hè? De film, het recept en de kluis. En wij willen er allemaal in. Dus aan jou de taak om deze mooie kast te openen. Het kan zijn een tegeltje of duwen, ik weet het niet. Nou ja, dat is ook na 29 jaar dat ik weer de kast in ga. Nou, maar netjes op. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik sta hier bij de enige echte machine waar de siroopwafels worden gemaakt. Het is echt een enorm apparaat. Maar ook heel bijzonder om dit te zien. Deeg wordt erin gedaan. Dan worden ze gepest. En dan gaat het zo op de lopende band. Wat maakt het zo bijzonder? Want het is heel anders dan een stroopwafel, hè? Dat is het zeker. Wij bakken op de oude manier twee aparte flinterdunne wafeltjes, krokant. En daar stoppen we siroop tussen. Die siroop die koken we zelf. Oh, wow. Dat is dus stroop wat een normale bakker ook gebruikt. Maar wij gooien daar heel veel liefde in. Wat roomboter. En dat kan je wel merken ook hier. Het is echt een warm welkom. Achter mij staat een enorme kluis. Ik ben benieuwd of ik die open ga krijgen. Het kraakt hier bij mij aan alle kanten. En nu nog met de kruis. Kluis. Ik heb ook gehoord dat vroeger koningin Juliana haar siroopwafels ook hier haalde. Die werden door een lakei hier gehaald. Ja, klopt. Ik vind dat heel mooi. Er is zelfs een foto van Maxima, die ook ons wafels heet. En die zegt, oh, dat is lekker, maar die herken ik. Want ze komen nog steeds in Den Haag bij bakkerij Plasman en die verkoopt ook ons wafeltje. Dus jullie siroopwafel wordt nog steeds? Die wordt nog steeds in Koninklijke Huizen gegeten. Wat een beleving was dit. Dit is uiteindelijk wat er uit de machine is gekomen. Een echte Kamphuizen siroopwafel. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat smaken. Hij is lekker, hij is knapperig. Ik vind hem eigenlijk veel lekkerder dan de stroopwafel. Het was echt een hele beleving hier bij de siroopwafelfabriek van Kamphuizen. Ja, het is jammer. Ik heb het geheime recept nog steeds niet ontrafeld. Dat laat ik aan jullie over. Jullie moeten het echt een keer gaan bezoeken. Wel heb ik een leuke winactie voor jullie, want jij kan heerlijke siroopwafels winnen. En wat je daarvoor moet doen is abonneer op mijn kanaal. Laat weten waarom je het wilt winnen. En geef even een duimpje omhoog. Vonden jullie deze vlog leuk? Dan mag je ook een duimpje omhoog geven. Abonneren mag ook, want het is helemaal gratis. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer. Doei doei!